Bij vaginisme is het zo dat de penis er letterlijk niet in kan, hè? Dus ja. Het gevoel dat je vagina zo strak zit, zo, ja. dat het gewoon niet wil, hè? Ja. En jij legt in consulten ook aan mensen uit hoe ze dat kunnen veranderen, dat het wel wil. Ja. Maar dat gaat heel zachtjes en klein, hè? Ja. Want hoe doe jij dat dan? Hoe leg jij dat nou uit? Ja. Bij de vrouwen die nog nooit eerder een vinger hebben kunnen inbrengen, merk ik dat ze ook niet zo goed weten hoe ze dat dan moeten doen. En wat ik dan doe is dat ik een aantal technieken uitleg waarop je dat kan doen. En eigenlijk dat leg ik vaak uit aan de hand van mijn vuist. En als je dan kijkt, zeg maar, dat de vuistingang, dat de vagina is, mm-hmm. Dan ga je eigenlijk over het voorhoofd, dus eigenlijk tussen de schaamlippen, de binnenste schaamlippen, ga je van boven naar beneden, vanaf de clitoris. En dan tussen de schaamlippen door ga je naar de vaginaopening. En dan maak je hele kleine, en dan hele kleine bedoel ik ook hele kleine bewegingjes, heel klein beetje naar binnen. En dat doe je als je opgewonden en vochtig bent, dus niet met een droge vagina, maar echt opgewonden en vochtig bent. En dan beweeg je heel klein beetje naar binnen. En dat op het moment dat je wat weerstand voelt, omdat de bekkenbodemspier zeg maar te strak gespannen is, dan adem je een aantal keer heel rustig en dan probeer je een heel klein beetje verder te gaan. En dan moet je bedenken dat je, sommige vrouwen lukt het dan met die techniek om de vinger een stukje in te kunnen brengen. En met een stukje bedoel ik dan ongeveer, zeg maar, zo'n klein stukje dat je hem kan inbrengen, dus een paar centimeter, want dat is eigenlijk al voldoende, want dan ben je langs de bekkenbodemspier en op het moment dat, en andere vrouwen doen daar veel langer over, dan doen ze iedere keer bijvoorbeeld een centimeter meer of een paar millimeter meer. En eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Het gaat erom dat je wat doet, wat goed voelt voor jou. Als iets heel veel spanning kost, zeg maar, dan stop je weer en dan ga je de volgende keer weer verder. Dus dat bedoel ik met hele kleine stapjes. En bedenk, en ik zie het iedere keer weer, dat al die kleine stapjes uiteindelijk een heel mooi resultaat kunnen geven. Het hoeft niet snel te gaan, want je moet ontspannen genoeg zijn. En snel en ontspannen, dat gaat niet goed samen. Ja, dus dat.